Het was een grote verrassing voor Monique Nijhuis. Burgemeester Michael Seibom kwam de zwemster hoogpersoonlijk thuis oppikken in een oude brandweerauto om haar naar Lossen te brengen. Daar werd ze vandaag op het gemeentehuis geëerd voor de twee bronzen medailles die ze eerder deze maand op het WK won. Nou Monique, daar liggen ze, die felbegeerde medailles. Ja, daar heb ik het allemaal voor gedaan. Ik ben heel blij dat het gelukt is en dat je hier ook een soort gehuldigd wordt, erkenning krijgt voor de prestaties die je geleverd hebt. En de waardering voor die prestaties gaf de gemeente op een bijzondere manier. Vanaf vandaag is Monique Nijhuis officieel ambassadeur van de sport in Losser. Ja, daar ben je onmeunig trots op, zoals we in Twente zetten. Gewoon goede prestaties geleverd en we hebben heel veel vertrouwen in dat ze die lijn gaat doorzetten. En ja, gewoon een goede ambassadeur voor onze gemeente. Ja, dat is een soort van ook een beetje een soort cadeau wat ze mij willen geven. En ze zijn heel trots op me. En ik vind het wel een eer dat ik dat mag doen.